Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forbet. En deze keer gaan we kijken naar opgave 3 van de diagnostische toets van hoofdstuk 7 voor 2 HVO-VWO. En dan is de vraag: breng of buiten haakjes brengen, ontbind in zoveel mogelijk factoren. En dan hebben we dus als eerste 6x2 plus 9x. En 6x2 plus 9x, dan moeten we eigenlijk gaan kijken van wat. Kunnen we allemaal uit elkaar trekken? Nou, als eerste hebben we 6 en hebben we 9. En als iedereen, iedereen die een beetje de tafels weet, die weet dat dat in de tafel van 3 zit. Dus we kunnen de 3 buiten haakjes brengen. Hoogstwaarschijnlijk, ik denk het wel. Verder hebben we hier een x. Hier hebben we een x. Dus ook een x gaan we buiten haakjes brengen. En dan houden we nog wat dingen over voor in de haakjes, namelijk 3x. Nou, dat moet keer x en dat moet keer 2, zodat we 3 keer 2 is 6. En x keer x is x kwadraat hebben. En verder heb ik hier nog een 3x en dat moet keer een getal om op 9x uit te komen. Nou ja, 3 keer 3 is 9. Dus 3 keer 3 en nog een xje erbij. En dan hebben we hem eigenlijk al zo ver ontbonden als maar mogelijk is. Uh, gaan we gelijk maar door naar vraag B, waarbij we eenzelfde ding hebben. Dan hebben we namelijk nu 8pq. Even kijken, plus 2p. En 8pq plus 2p, dan gaan we ook weer kijken wat zit daarin dat in allebei zit. Nou, in allebei zit een p, dus ik ga sowieso die p buiten haken brengen. Uh, ik heb hier een 8, ik heb hier een 2. Dus ik denk dat een 2 de beste gok is voor verder dingen buiten, te haken, brengen, buiten haken te brengen. En dan heb ik dus nu 8. En ik, ik heb hier een 2 staan. Dus 2 keer 4 is 8. 2p, nou ja, dan, uh, ik schrijf het heel even eronderop. 2p keer 4 is dus 8p. Alleen dan ben ik een q kwijt. Dus hier moet ik nog een q bij zetten. Dus 2p keer 4q is 8pq. Um, is een van de vele manieren om dit te doen. Dan hebben we die ene. En bij de andere hebben we de 2 en de p erbuiten gehaald. Dus hoeveel keer iets is 2p? 1 keer. Dus 2p keer, haakje openen, 4q plus 1 is eigenlijk hetzelfde als 8pq plus 2p. En ik ga maar even op het gemak door naar de laatste van het rijtje. 5 x kwadraat i. Min x. Dan gaan we weer kijken wat zit in alles. Nou in alles, ik zie hier een x staan, ik zie hier een x staan. Dus ik kan eigenlijk een x buiten haken halen. Verder helaas niks. En dan heb ik natuurlijk x keer 5 x i. Dan heb ik x keer x en dat wordt x kwadraat. Dus hier hebben we de kwadraat al te pakken. En x keer min 1 is min x. Dus op deze manier hebben we hem in zijn geheel ontbonden. Goed, ik hoop ook dat je hier weer iets aan hebt gehad. Ik ben Jan Willem van Voorbetter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.